Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag een wrap pizza maken. Ik heb nodig wraps, gehakt, gezeefde tomaten, uien, olijven in plakjes, geraspte kaas, champignons en paprika, koriander, kruiden, ik heb hier Marokkaanse kruiden. Hierin zit witte en zwarte peper, kurkuma, gember en zout. Olie en Italiaanse kruiden. Ik vind dit altijd heel lekker in pasta en pizza, maar je kan het ook weglaten als je het niet lekker vindt. Ja, bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, we beginnen eerst met gehakt. We doen een beetje olie in de pan. Onze gehakt erbij. Zo. Even een beetje losmaken. Ik doe een deksel op en laat ik op een zacht vuurtje ongeveer 10 minuten bakken. Zo. Ik ga nu zout en kruiden toevoegen. Hierbij doe ik ook gelijk de uien. Zo. Ik doe weer een deksel op. En laat ik weer voor 10 minuten bakken. Zo. Ik ga nu paprika toevoegen. Dit laat ik voor 5 minuten bakken. Zo. Ik ga nu de champignons, koriander en de Italiaanse kruiden toevoegen. Zo. Dit laat ik voor 2 minuten bakken. Zet ik het vuur uit. Zo, ik zet hem nu uit. Dan doe ik de olijven erbij. Die hoeft niet te bakken te koken. Gewoon er doorheen doen en klaar. Zo, ik laat hem even staan. Ik ga het zo laten uitlekken en dan pas beginnen met het vullen van onze wrap. Ik ga het nu uit laten lekken. Nou, even laten uitlekken en laten afkoelen. Ik ga nu de wraps één voor één een beetje bakken. Zet ik alvast de oven aan op 180 graden. Voor ik begin met vullen. Ik bak ze nu even, zodat ze straks niet te lang in de oven nodig hebben. Ik heb eigenlijk nog even gebakken, alleen een beetje extra bakken voor me.
laten we even zakken. Zo, ik zet het even uit. Dan doe ik deze erbij in. Zo. En dan gaan we zo beginnen met vullen. Ik ga nu de wrap vullen. Ik begin zo. Dan doe ik een beetje tomatensaus overheen. Zo. Doe ik hier een beetje kaas erop. En dan te vullen wat ik net klaar heb gemaakt. Een beetje onhandig sta ik hier. Zo. En doe ik nog een beetje kaas. Als straks de kaas gesmolten is, dan houdt ze hier als bij elkaar vast. Ik doe ook nog een wrap erop. Zo, en dan weer met tomatensaus. Zo. Kaas. Vulling. Weer een beetje kaas. Weer een wrap. En zo gaan we door tot we alles hebben afgewerkt. Ja, ik moet altijd knoeien. Zo. En nog een wrap erop. Zo. Nou, zo gaan we door tot we alles klaar hebben. Ik ga verder, dan zie ik jullie zo. Nou, doen we de laatste erop. Een beetje aandrukken zo. Zetten we die in de oven voor 10 minuten. Alleen eigenlijk om die kaas te smelten. Dan is hij klaar. Want alles is al gaar. Ik zet hem voor 10 minuten in de oven op 180 graden. Ik haal hem nu uit de oven. Heel warm. Ik ga hem proberen op een bord te zetten. Zo. Deze even weg. Ik ga toch proberen om dat zo op een bord te zetten. Zo is hij geworden, een beetje aandrukken zodat hij vast blijft door de gesmolten kaas. Ik ga zo meteen een stukje snijden, dan kunnen jullie ook de binnenkant zien. Ik ga nu een stukje snijden. Kijk, dit krijg je dan.
Nou, dit was het voor vandaag. Dankjewel voor het volgen. En wie weet, tot de volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.